Blokjes 20, 4, 6, samen 30. Oh. Oh-oh, dit lijkt niet best te gaan. Hey, blokjes 8, 10, 12. Maar dat is gelijk aan wat ik eerst had. Er is iets behouden. De totale hoeveelheid is behouden. En dat geldt ook voor energie. Voor energie geldt de wet van behoud van energie. De energie voor is de energie na. Energie, daar gaan we eerst naar kijken. We hebben tot nu toe iedereen gaat over arbeid. Arbeid wordt uitgeoefend om iets op te tillen. Ja, en dan is arbeid gelijk aan m keer g keer h. Of om iets snelheid te geven. En dan is de arbeid gelijk aan een half keer m keer v kwadraat. Of om iets uit te rekken. En dan is de arbeid een half keer c keer u kwadraat. En dat betekent dat die massa die omhoog wordt getild, die krijgt een hoogte-energie. Oftewel, energie, hoogte-energie is m keer g keer h. Of als je arbeid doet om iets sneller te geven, dan krijgt het voorwerp snelheidsenergie, bewegingsenergie. Oftewel, bewegingsenergie is een half mv kwadraat. En als je veer uitrekt, dan komt in die veer energie te zitten, namelijk de veerenergie. Oftewel, veerenergie is een half keer c keer u kwadraat. En die hoogteenergie wordt ook wel zwaarteenergie genoemd, en bewegingsenergie wordt wel kinetische energie genoemd. Veerenergie heeft niet een tweede naam. En dan die energie, hè, je ziet meteen hier, ik heb eventjes in plaats van E, EZ gedaan en EK en EV om goed onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende energieën. En deze drie energiesoorten, deze drie samen, dat wordt de mechanische energie genoemd. De mechanische energie is zwaartenergie plus kinetische energie plus veerenergie. En dat geldt dus dat dat behouden blijft als die drie in het geding zijn. Als je dus bijvoorbeeld hebt een boogschutter, nou, dan is duidelijk dus op dit moment heeft hij maar één soort energie en dat is de veerenergie. En als de pijl wordt afgeschoten, dan krijg je dus dat de pijl ergens in de lucht heeft die snelheid, dus heeft kinetische energie en heeft een bepaalde hoogte, oftewel heeft zwaartenergie. En de wet van behoud van energie zegt dan dat in het begin is het einde. E4 is E-kinetisch plus E-zwaarte. Noem een paar voorbeelden. Eerst even nemen. Een bal op 1,5 meter hoogte wordt losgelaten. Wat is de snelheid waar hij de grond mee raakt? Nou, wet van behoud van energie dus. E-begin is E-eind. Wat is de energie in het begin? E-voor. Nou, hij hangt daar gewoon stil in de lucht. Dus alleen maar zwaartenergie heeft daar nog geen snelheid. En het eind, hij gaat naar beneden toe. En je moet natuurlijk kijken vlak voordat je de grond raakt. Want als je stil op de grond ligt, is het niet meer eerlijk. Maar dan krijg je dus dat hij daar een hoogte 0 heeft. Dus geen hoogteenergie meer. Maar hij heeft nog wel snelheid. Dus wel kinetische energie. Oftewel E4 is m keer g keer h. En E na is een half mv kwadraat. En dan zie je meteen van, hé, de massa kun je links en rechts wegstrepen. En dat klopt ook, want hè, als je 1 kilogram of 2 kilogram laat vallen, qua tijd maakt het niks uit. Ze komen na hetzelfde aantal seconden op de grond terecht, onafhankelijk van de massa. Dus de massa kun je wegstrepen. En omdat je g weet, je weet h, kun je v berekenen met de wortel van 2 keer gh. En invullen kom je op 5,4 meter per seconde. Volgende. Ja, hier dezelfde bal zo te zien. Ja. En wat met 3 meter per seconde weggetrapt. Oh, hij gaat nu een helling op. Hij is op 20 graden. Hoe ver rolt hij de helling op? Ook hier weer. Waar begin je mee? Met E4 is gelijk aan 1a. En dus, hoe groot is E4? Nou, in het begin heeft hij
Ja, hij ligt op de grond, dus heeft hij alleen snelheid. En op het eind, hij komt stil te liggen op de helling, dus heeft hij alleen maar zwaartenergie. Dus het is nu net andersom dan zo net. Massa kun je weer wegstrepen. En ik ga de hoogte berekenen, namelijk een half keer v kwadraat gedeeld door g. Invullen en dan krijg je een hoogte van 0,46 meter. Maar dit werd niet gevraagd. Gevraagd werd, hoe ver rolt de bal de helling op? Dus die S wordt gevraagd. Nou, je ziet het, je weet de hoek, je weet hoe groot de rechtoverstaande rechthoekzijde is en de schuine zijde wordt gevraagd. En dan is het natuurlijk de sinus. Sinus van hoek is overstaande gedeeld door schuin en dus is die schuine gelijk aan de hoogte gedeeld door sinus van die 20 en je komt op 1,3 meter. En dat is het antwoord. Stel je voor, stel iets, alleen die helling is gewoon te kort. Ja? Oftewel, hij gaat er overheen en hij komt daarachter weer op de grond terecht. Wat is dan snel waar hij de grond raakt? Denk eens na, het is niet moeilijk. Want ook hier heb je energiebehoud. Dus als energie op het eind gelijk moet wezen aan het begin, en in het begin en op het eind is de hoogte 0, betekent dus dat hij in het begin en het eind alleen maar bewegingsenergie heeft. En dan moet dus ook de snelheid begin en het eind gelijk wezen. Dus weer gewoon 3 meter per seconde. Oké, een kolenblikje, ja hoor. Er wordt weer tegen aangetrapt. Maar zo'n blikje, dat gaat natuurlijk een keer stil liggen. En dat wordt na 2,5 meter gedaan. Nou, massa 75 gram. Wrijving is 1,5 newton. Gevraagd van, wat is, schopsnelheid, ja. Wat is de beginsnelheid van het kolenblikje, dat wordt gevraagd. Wel, hier heb je dus dat de kinetische energie in het begin, die wordt helemaal opgeslokt door de wrijving. Oftewel, ik heb in het begin alleen maar kinetische energie en op het eind heb ik eigenlijk alleen maar wrijving, warmte. Kinetische energie, half mv kwadraat. De warmte veroorzaakt door de wrijving F keer S. Invullen krijg je 10 meter per seconde. Kijk, dit is wel interessant. Einstein, en wat heeft Einstein gezegd? E is mc kwadraat. Oftewel, energie is massa. Oftewel, je kunt ook zeggen van energiebehoud is eigenlijk ook een soort massabehoud. Denk maar eens over na. Bedankt voor het horen. Bedankt voor het bekijken. Tot ziens.